Ik zou heel veel aanpassen voor de rolstoelen. Langer kerstmarkt. Het is jammer, hè? Nu, het is tweede weekend en het staat enkel kermis. Dus. Een groot feest waarschijnlijk. Nog meer op de markt nog organiseren, want ze staat te veel leeg op de markt. Ik zou ervoor zorgen dat het vredesfeesten toch nog altijd georganiseerd worden. Dikke feest, ja. Ik zou een heel groot boekenfestijn organiseren in Sint-Niklaas. Ik ken niet direct iets in mijn hoofd. Hetgeen dat ze nu doen, hetzelfde. De veiligheid zeker, de fietspaden zijn, zeker voor de kinderen en zo. Het eerste wat ik zo graag zou doen is dat de markt verandert. Ik vind het zo een doodse plaats. Gelijk aan mijn schoenen, Martijn, de groeste van heel België, daar moeten we toch eens iets aan doen. Een beetje bloemen, een beetje kleur, en dat vond ik graag wel. De richtingsverkeer terug afschaffen. Altijd die rondjes rijden. Vooral zorgen dat het dus meer milieuvriendelijkheid is en toch wel ook wel meer veiligheid voor de mensen. Dus maar dat de straten veiliger zijn, ook voor kinderen toe, dat ze kunnen spelen zonder dat er ongelukken gebeuren. Niet echt. Ik vind het is wel goed, maar de kermis ook nu, dus ja, goed. De pakken onder de markt, die is een tijd al te groot probleem geweest. Eerst was men ervoor, dan er tegen. En burgemeester Wiel ook dat tegengehaald een tijdje. En hij heeft dat dan toch ingevoerd. Maar in plaats van één laag, zouden er meter twee lagen onder de markt gemaakt hebben. Dan kunnen er toch meer mensen parkeren. Verkeerswetten of zo, en van de school. Meer uitgaansmogelijkheden bieden voor de jeugd. Omdat dat nu eigenlijk niet zoveel is. Groen in de stad en vooral de markt een beetje opvrolijken en meer gezellig maken. Ik zou meer politie inschakelen in openbare plaatsen en vooral meer bushaltes. Een groot kinderenfeest. En waar dan? De grote markt.